Dorek Ramlakhan is per heden aangesteld als waarnemend directeur van het telecommunicatiebedrijf Suriname, Telesur. De gewezen directeur van het telecombedrijf Mike Antonius heeft gisteren, vrijdag 2 augustus, om persoonlijke redenen bedankt als leidinggevende. Ramlakhan was de afgelopen jaren de technisch onderdirecteur en heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het telecombedrijf. De Raad van Commissarissen van Telesur spreekt hun oprechte waardering uit voor het leiderschap en de toewijding van de gewezen CEO Mike Antonius. Hij heeft tijdens zijn ambtsperiode een aanzienlijke bijdrage geleverd bij de uitvoering van het Telesur Nationaal Breedbandproject en diverse verbetertrajecten binnen het bedrijf. De waarnemend CEO geeft aan dat de focus blijft op het leveren van waarde aan de gehele samenleving, terwijl innovatie en groei de belangrijkste speerpunten zijn. De RVC onder leiding van president-commissaris Sanjay Raghubashing heeft het volste vertrouwen in het vermogen van Ramlakhan om leiding te geven aan Telesur.